Alright, hier is de halve finale van vandaag van de BZC ronde nummer 5 2016. Het is Bechnel die gelijk het voortouw neemt. Hij pakt de rolshot in deze halve finale. Wie gaat die met zich meekrijgen? Wederom is het de top 4, dames en heren, die zich gaan plaatsen voor de volgende ronde. Het is dus Bechnel die als eerste uit de tweede bocht gaat komen. Komt er achteraan Troy van Dijk, Jordi Simon. Op de derde plek is het Stijn de Groot. Stijn de Groot op 4 krijgt een aanval aan de binnenkant van Timo van Walraven. Walraven op 5 gaat proberen door te schuiven naar 4. Het is Stijn de Groot. Stijn de Groot kan die volhouden op die vierde plek voor Simon. Die voor hem rijdt. Ook Troy van Dijk zit aan het tweede wiel. Dan is het Bechnel nog steeds aan de leiding. Door naar de volgende ronde. Bechnel, van Dijk, Simon en de Groot. Ja, dat komt.